Dit is volgens de AD de kerst op de televisieavond. De nieuwe documentaire serie over de jongste generatie van de familie van de Valk en haar 100 restaurants. Het is uiteraard een referentie naar de eeuwige kerst op de appelmoes, die al net zo deel uitmaakt van ons nationaal erfgoed als de toekans langs de snelweg. Wat daar achter de schermen gebeurde, mochten we eigenlijk nooit zien. De familie liet geen camera's binnen. Tot nu. Jonge Valk. Smakelijk. Mijn zusje werkte samen met mij hier. Ik heb een ander broertje die heeft Noordorp overgenomen. En ik heb een zusje die heeft het hotel in Harderwijk overgenomen van mijn broertje die naar Den Haag gegaan is. Eén kans, andere kant bij, één doet dan! We krijgen 250 gasten vanavond. Die krijgen allemaal een carpaccio vooraf. Ik ben 2,40. Ik ben dan 3,17. En 3,14. En ik 3,2. Dus dat is de derde generatie. Het tweede kind van die generatie, zij. Zij de 14e, ik de 17e. En zij van de tweede generatie, wat zei je? De 40ste. Ik denk dat we binnen 7 minuten hebben alle 250 gerechten in de zaal staan. Op tafel. Dus ik denk, nou ja, dat is toch een mooie snelheid. Pontekies, chili con carne. Ik vind het niet leuk als er hotels worden geleid door managers en niet door familieleden. Want anders stoppen we gewoon even met zaken bouwen. Totdat weer de volgende generatie eruit komt. Ja, Paul, gevormd door Van der Valk. Ja. Wanneer werkte je er? In 1989. Ik was 18, dus 1980.